Ja, een hele goede morgen. Of nacht zelf nog. Het is nog nacht, ja. Ja, we lopen hier met ons gedrag. Wat is het? Ja, het is rood, jongens. Nee. Nou, we lopen hier dus nu in Amsterdam met het clubje. Oh, het is nu wel groen. Nou ja, wat gaan wij nu doen? Ja, de interrail doen. Maar gisteravond kregen we een heel leuk bericht dat de Berlijn er is opgegeven. Ja, godverdomme. Dus wij waren 7 uur 's ochtends. Ja, de eerste van de hele week ook zelfs. Ondertussen wordt hier even te tapen. Nou, hartstikke leuk. We hebben gisteren even, op zijn Duits, even de DB gebeld. Half uur in de wacht. Half uur in de wacht, hadden 2 was voorspeld. Nou, weet ik kan niet. Nou ja, dus wat gaan we nu doen? We gaan eerst naar Amersfoort. Dan, zo. Daarna gaan we naar Hengelo en dan met de RB61 naar Bad Bentheim. We hoeven vervolgens daar wel de Berlijnen te pakken. Want hij begint pas in Bentheim in plaats van in Amsterdam. Waar we dus een hotel hebben geboekt om dat ding te kunnen pakken. In ieder geval, wij gaan nu de trein opzoeken. Veel kijkplezier naar deze interrail-serie. Doe alvast een duimpje omhoog, abonneer en laat een leuke reactie achter. Als kassantje, nu moeten we wachten op onze trein. We dan onze tassen en zo. Ik heb geen. Nee, wat is. Kijk, ik heb alleen maar dit mee. Nou ja, want in ieder geval, ik ga niet naar vragen. Daar wordt lelijk versus lelijk aangekoppeld. Nou, in ieder geval, wij gaan nu de trein naar Amersfoort pakken. Best prima. Dat houden we wel eens. Nou, kom op. Ja, kom op. Ja, die staat op vlog. Ja. Echt niet op de bek. We zijn nu aangekomen op het station van Amersfoort Centraal. Hier hebben we een klein half uurtje. Een dik kwartier, klein half uurtje, hoe het we noemen. Om de trein naar Hengelo te pakken en vanaf daar verder te reizen naar Bad Bentheim. Of vanaf daar hopelijk wel een Berlijn. Eerst weer op de planning. Eerst nog met de Eurofuel daarvoor. Ja, ik ben benieuwd. Ja. Ja, we gaan even naar het goede spoor. Nou, met deze IC gaan we naar Amersfoort. Bij Hengelo. Ja, naar Hengelo. Station van Hengelo. Bad Bentheim, hallo. Deze Urban Flirt gaan wij naar het station van Bad Bentheim. Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend? For it's our last refrain. Forever young, ever
strong, ever brave. Memories like this never end. No, they don't fade away. So when... Aangekomen op station van Babenta. Het is de eerste keer dat ik hier uitstap. En hier pakken we de Berlijner naar Berlijn. Op een beetje rustig, hè? Hoi. Hoi. Hey. Nee. En met deze trein gaan we naar Berlijn Hauptbahnhof. Helemaal mooi. Nou. Waar gaan we heen? We gaan naar Berlijn Hauptbahnhof. Jas. Wat kan NS niet? Een lok voor onze trein. Waarom niet? Ja, eentje kapot. Wat doet dit dan hier? Ons verneuken. Ja, zorg dat we chagrijnig worden. Nou, dit is het station Berlijn Spanband. Berlijn Hauptbahnhof. Ja, hallo. Het werd eens tijd dat ik hier eens een keer uit zou stappen. Jeetje. Eindelijk een keer de rest van het traject gedaan. Ja. Berlijn Hauptbahnhof. We gaan even kijken wat we zo gaan doen. We gaan sowieso Berlin en Torren bezoeken en eerst eten en drinken aan. Absoluut. Nou, we zijn dus aangekomen op het station van Berlijn. We gaan wat lunch halen en ik hoor dus dat het curryworst wordt. Nou, dat vind ik niet erg. Smakelijk.
Ja, we gaan nu met de U-Bahn naar een of ander ding wat hun willen zien. Ik zou niet eens weten hoe ik het uitspreek. Waar gaan we heen eigenlijk? Ik weet niet, ik weet het niet aan. Waar gaan we heen? Brandenburger Tor. Hoe? Brandenburger Tor. Daar gaan we heen, jongens. Is het met Hitler te maken? Nee, dat is het niet. Jawel. Het zal wel. U-Bahn. Dan heb je een kaartje en ja, ja, hier doen ze het nog. Stempelen. Ja. Dat is een U-Bahn. Een Brandenburger Tor. Brandenburger Tor. Nou, waar zijn we nu? Brandenburger Tor. Brandenburger, bekend van de muntjes. De muntjes? Ik zat op de achterkant van je. Als je een Duits muntje hebt, ja. Kun je zo wel laten zien. Dat is goed, ik plak hem nu in beeld, wel vast. Ja, nou, je ziet het. Je ziet het. Ja. Ja, of niet, maar jawel. Nou, lachen man. Wat is dit nou weer? Dat is scheef. Een scheve lift, what the fuck? Nou, dat gaan we eens even uittesten. Ja, dat gaan we even uittesten. Damien, wat doet deze lift? Ja, die gaat schuin. Ja, dat gaat nog niet open. Oké. Wacht even. Oei. Nou, in ieder geval, ja, baan zich. Oh. Wat is deur 3? Wat is deur 3? Dit is raar. Ja. Dit is echt raar. Dit is. Het voelt niet echt heel erg natuurlijk. Nee. Oh, een oudje mee, heb ik niet. Oh. Maar dan die andere twee eigenlijk? Geen idee. Jezus, wat dit ding langzaam. Nou, een minuutje. Leuk ding. Ja, voelt heel veel aan. Nou, een nieuw kaartje. Deze nemen wij dus tot Berlijn Hauptbahnhof. Daar gaan we dus eventjes lekker vappen. Ja, in ieder geval naar Berlijn Hauptbahnhof dus. Frederikstraat. We zijn nu op hier, nog steeds op de Frederikstraat om het even zo te noemen. Hier pakken we weer een S-ding naar S3 richting Spandau tot aan Berlin over. Dat dus. Lekker spannend, 1,5. Deze gaat er dit jaar uit, hè? Dus dit is de allereerste type na de vereniging van Duitsland. Ja. Is dit het eerste type S-bel dat ze hebben ontwikkeld in Berlijn? Deze gaan er dit jaar uit. Hebben die wel? Hebben die wel, nou, ook niet overal. Maar die worden door dezelfde fabrikant gemaakt als die ook de nieuwe Intercities tussen. Aangekomen op station Berlin Hauptbahnhof. Nu gaan we even hier wat treintjes op de film zetten. Yes.
Platform 14, now arriving IT 132 to Amsterdam 49, now at the main station. In platform section, C to G, Route 14, push, train is arriving. In ieder geval alvast veel plezier, kerel. Ja, dankjewel. Wij nemen dus Eurocity 177 en deze nemen wij inderdaad op Praag. Ingestapt in de Eurocity 177 en deze zitten wij uit tot eindbestemming Praag. Nou, en dit is niet ons originele reserveringshokje, maar zodra die vrij blijft, is hij van ons, of niet? Ja, hartstikke prima. Ik kan lekker het licht aandoen, uitdoen. Temperatuur regelen. En dit zit eigenlijk best wel prima. Ja. Doe een beetje denken aan Nightjet zo met die... Ja, toch? Ja, die hebben ook dit soort tijd. Ja. Oh, wat zit hierachter? Taurus. Hoe? Nou, die zien we binnenkort genoeg. Ja. Nou, deze Eurocity nemen wij tot Praag. Chandau, het laatste station voor de grens van Tsjechië. Waar gaan we naar binnen, want het is hier koud. Heel koud. Kijk maar, super bruut hier. Hele mooie spoorlijn. Zo. Deze van Chandau. Ik hoop dat jullie genoten hebben van de sfeerbeelden. We gaan zo lekker eten. Nou, dit is dus een leuk feitje over dit stuk. De overkant daar, dat is Tsjechië. Wij rijden nu nog in Duitsland. Dus daar kan je het enige goedkoop tanken. Hier niet. Dat is mooi. Ja. Schöne. Lekker. Wat betekent dat? Naar de bistro. Happy hour. Happy hour. De bistro. Hoppa, wat gaan wij doen? Bieralen, vreetalen, zuipen. Flat review, Tsjechische Eurocity. Nou ja.
kapot groot. Dit is een rotzooi toilet. Je hebt ook nog een kleintje. Maar er is één defect, dus daar ga ik niet heen. Ja, niet heel schoon of zo, maar goed genoeg. Top. Nou, we zijn dus net Tsjechië binnengekomen. Wij gaan nu even eten. Met een lekker biertje natuurlijk. En ja, dan gaan we verder Praag in. Een stukje door Tsjechië. Maar zoals je ziet, het wordt al een beetje donker. Dus een timelapse zit er niet meer in. Maar ja, ik maak wel wat sfeerbeelden van de trein. Nou, ja, op Praag jongens. Op Praag. Proost. En op de Shitske Draag. Lekker biertje. Zeker. Nou, eten is gearriveerd. Smakelijk. Ja, jij ook. Jas. Oh, een reeltje, zit je draaien met je. Ja, zo. Praha, Lavninarachi, we zijn er. Godverdomme. Oh, kijk, hier komt zo'n ding aan. Nou, we zijn dus op tijd aangekomen op Praag. Hoe dan? Op tijd. Op tijd. Dus geen de eerste kans zijn dat wij helemaal niet aan zijn gekomen, maar nu komen we eigenlijk gewoon al te vroeg aan. Want ik zal eens kijken hoe laat het nu is. Nou, we zouden ongeveer nu aan moeten komen. Ja. Ongeveer. En hoe lang zijn we bezig geweest? Te lang. Te lang. Dus 6 uur ochtends tot kwart voor 8 ongeveer. Zeker 6 vanaf. 13,5 uur hebben we erover gedaan. 13,5 uur dus om naar Praag te komen. Nou ja, het kan. Het kan. Wat gaan we zo meteen doen? Niks. Bier drinken. En slapen. Ik ben moe. Nou ja, we gaan even inchecken bij het hotel. Ik zie jullie daar. Nou, waar zijn we aangekomen? Dat dus. Nou, de doe eens even weg. De hotelkamer dus. Sovjet-Republiek. Ja, Tsjechië. Bertijn zit hier. Dat laten we even. Ja, super basic, maar prima. Hier heb je uitzicht. Straat en boven ons gaat een fucking brug. Ik weet niet of je het ziet op beeld. Nee dus, maar je ziet al pilaren. En dat gaat zo over ons heen. Hartstikke mooi. En daar verderop heb je een... Dankjewel voor het appen. Daar heb je een trein. Een beetje een echte... Wat is het? Kijk, nu ziet de brug wel. Ja, we lopen hier nu een beetje door een buitenwijk van Praag. We zijn op zoek naar misschien een cafeetje of gewoon een supermarkt waar we een biertje kunnen halen. En dan drinken we dat of in het café of in het hotel drinken we dat op. Ja, en dan sluit ik dus ook deze video hier af. Jullie zien hierna wat er gebeurd is. Of we nou een café hebben gepakt of een supermarkt. En zien jullie hierna voor morgen, dus voor de volgende video. Kleine hint, railjet en kleine treintjes. Wat zou het zijn? Dat zien we in de volgende video. Tot de volgende. Thanks for watching. Don't forget to subscribe.